Hallo allemaal, ik ben terug met een hele leuke workshop. Guys, ik heb zo lang op dit gewacht en het is eindelijk hier. Het wordt niet een normale make-up workshop, het wordt een event waar je meekrijgt naar huis een goodie bag vol met skincare en make-up producten. Je krijgt mee naar huis een certificaat, je krijgt mee naar huis lekkere snacks en drankjes. En zoals altijd gaan wij op die dag een leuke fotoshoot hebben waarbij je de foto's meekrijgt naar huis. Guys, het wordt zo gezellig. We gaan op die dag de full Glam Pink Party make-up look creëren. Dat is dus deze look die ik op heb. En dat gaan jullie op jullie zelf leren zetten die dag, maar ik ga ook wat tips meegeven als make-up artist, waarbij je dus kan leren hoe je make-up op anderen moet zetten. Dat zijn dus slechts tips van mij als make-up artist. En wat ik niet mag vergeten te zeggen is dat jullie die dag ook een kleine party gaan hebben waarbij jullie spelletjes gaan spelen en ook make-up producten kunnen winnen. Dus je krijgt niet alleen mee naar huis make-up producten of een goodie bag, maar je kan ook hele leuke spullen winnen die dag. Dus het wordt zo gezellig, ik kan niet wachten. Wat ik wil meegeven is dat je kan registreren door het nummer die ik hier beneden plaats. Er staat een nummer beneden, er staat een e-mailadres. Als het niet in de caption is, dan is het wel in de comments. Dus check het daar, stuur ons zelf een appje. Doe snel mee. Op die dag leer je hoe je eyeliner moet plaatsen, hoe je lashes moet zetten, hoe je de juiste foundation kleur moet gebruiken, hoe je moet werken met de juiste skincare producten voordat je make-up gaat zetten op jezelf. Dus ik denk dat dat alles was. Ben ik iets vergeten? Laat me even zien hoor. Ik heb zoveel in mijn hoofd. Ik kan gewoon die dag imaginen hoe leuk het wordt. Oh ja, de eerste 5 mensen krijgen 100 SID korting. Dus registreren jullie snel. We kunnen een beperkt aantal mensen op die dag hebben. Want COVID is er nog steeds. We moeten voorzichtig zijn. Dus ik zie jullie die dag. Ik hoop niet dat ik iets ben vergeten. Als ik iets ben vergeten, laat ik het weten in de comments. Want dit is een one take video. And I cannot take it. Dus guys, ik zie jullie dag. Tot die dag. Bye. Tot de volgende keer. Doei.